Dames en heren, welkom bij deze nieuwe Fortnite video. In deze video gaan we verder met de Fortnite True or False map. We hebben dit al een keer eerder gedaan, namelijk in de vorige video dat we dit deden. Toen hebben we de Easy en de Medium Challenge gedaan. En vandaag gaan we de Hard en Impossible vragen doen. En dit gaat heel erg lastig worden. Maar als jij de vorige video niet hebt gezien, klik even op het i'tje. Want die moet je wel even eerst even kijken voordat je deze video snapt. Als jij deze video nu super tof vindt, drop even die like. Abonneer op TeVeel Gevraagd met het belletje aan. En ik zou het heel tof vinden als jullie de support de creator code TeVeel Gevraagd ook even gebruiken in de Fortnite item shop. Want dan krijgen wij 5% van jouw aankoop. Jawel, we zijn in de creative map waar we dus de vorige keer de easy en de medium vragen hebben gedaan. En nu gaan we de hard en impossible vragen doen. Het wordt een hele moeilijke video, want deze vragen gaan ook nog eens over seizoen 1, 2, 3, 4, 5 en misschien een beetje over 6. Dus echt de OG tijden. Dus ja, laten we gewoon niet te veel kletsen. Laten we gewoon maar meteen gaan beginnen met de hard vragen. Het zijn 50 vragen, dus we moeten er een beetje rap doorheen. En de impossible zijn volgens mij maar 10 vragen. Dus laten we gewoon beginnen bij het begin. Season 3 winning glider was called Paper Parasol. Ja, we beginnen gelijk goed. Ik heb eerlijk gezegd... volgens mij niet. Volgens mij was het een andere. Dus laten we op meegaan. Nou wel dus. Oké, we zijn goed begonnen. Ja, dit zijn dus ook de moeilijkere vragen. Oh, we moeten... Oh ja, natuurlijk spannen we hier. Dus even kijken of hier moeten we heen. Ja, het is niet makkelijk. Ik heb ook nooit gezegd dat het makkelijk zou gaan worden. Alhoewel, de easy vragen waren best wel simpel. En nogmaals, als je die vorige video niet hebt gezien, klik even op het i'tje. Want die moet je echt even checken. Alright, we moeten hier dus deze kant op. Ja, duidelijk. Oh, zijn er geen checkpoints? Er zijn geen checkpoints. Oké. Dat is niet heel fijn. The clothes on the Renegade skin are colored. Is dat waar of is dat niet waar? De Renegade skin. Die zijn gekleurd, toch? Ja, ligt aan wat je... Oh, purple. Ik bedoel, is paars. Nee, volgens mij niet. Yes, hebben we gelijk. Oké, Sneaky Silencers. It was the first ever LTM released. Sneaky Silencers. Volgens mij niet. Volgens mij was dat 50-50. Dus laten we op 9 gaan. Ja, mooi. Oké, season 3 ended on... Wow, oké. Als iemand dit weet, dan vind ik het heel erg knap. Ik weet dat die rond die tijd ergens eindigde, maar volgens mij niet exact op die datum. Wel dus. Oké, ja, dit is zo'n dingetje. Dat is zo lastig. Maar ik baal er een beetje van dat we geen checkpoints hebben. Ja, dat kan een hele lange video worden. Dus laten we gewoon proberen. En als het echt niet lukt, dan gaan we gewoon onszelf doorheen slaan. Want het zijn 50 vragen om die allemaal goed te beantwoorden. In ieder geval, dit was ja. En dan was de volgende nee. Oké, daar hoeven we daar ook niet over na te denken. Alright, Sneaky Silencers was the first ever LTM. Nee, dat was niet zo. Oké, kunnen we ook hier doorheen. Alright, dan was dit ja. En dan gaan we door naar de volgende. Wanneer krijgen we überhaupt ooit een... Nee, what the fuck? We krijgen gewoon geen... hoe heet het? Geen checkpoint. Oké, there is the 3 soccer fields on the map. Ligt eraan wanneer je het bekijkt. Het is wel heel lang zo geweest, dus ik ga voor ja. Nee! Ik weet niet precies wanneer deze quiz gemaakt is. Dus geen idee wanneer. Want het is een keer geweest dat er maar 1 soccer field was. Er is een keer geweest dat er 2. Er is ook een tijd geweest dat er 3 waren. Dus het was enigszins logisch geweest als het wel zo was. Maar weet je wat? We gaan nog 1 keer proberen. En als we dan weer een checkpoint tegenkomen, dan ga ik mezelf er gewoon doorheen banen. Alright. There are 3 trucks at Shifty Shafts. Oh my god. Shifty Shafts. Ik moet even in mijn hoofd houden hoe het er ook weer uitzag. Shifty Shafts heeft... Weet ik veel of hij 3 trucks heeft. Laten we gewoon voor ja gaan. I really don't know. Het is goed. Oké. Hey, checkpoint! Oké. There was 4 skins in the Season 2 Battle Pass. En volgens mij... klopt dit, toch? Ik zit even in mijn hoofd te rekenen. Er waren... die Squire had je. Je had de Black Knight had je. Je had nog een soort Red Knight. Volgens mij... dacht ik... ik denk... Misschien 3. Misschien 3. Oh, oké, 4. Toch goed. Alright. Rieken Expert is part of the Devastator set. Oh, ik heb ook echt geen idee. Dus ik ga maar voor nee. Ah, dat is goed. A sniper has 4 ammo when it's for... is dit zo? Nee, is 6, toch? Volgens mij is het 5... volgens mij is 6. Dus nee. Toch? Dacht ik? Nee, het was dus wel zo. Oké, nou, maakt niet uit. We hebben die checkpoint. Is dat echt zo dan? Ik weet het niet. Misschien dat dat veranderd is, dat ik het helemaal fout heb. In ieder geval, there was foreskin, dat klopte. En dan hebben we hier, is blijkbaar dus wel zo. Toch? Ja. Oh nee, wacht, deze had ik net al. Oh, ik ben helemaal door de war. Holy shit. Oké, mensen die denken nu, je had die andere moeten pakken. Ja, ik weet het. Sorry, my bad. Foreskins, ja, dat klopte dan. En deze was dus nee. Alright, even onthouden die om. Oké, dit was dus waar. Ja, mooi. Black Knight was de tier 100. Nee, Black Knight was de tier 70 skin. Want de Season 2 had geen 100 tiers. Dus nee, dat is fout. Boom, let's go, fijn. Blue Team Leader was de first starter pack? Blue Team Leader? Was dat zo? Ik zeg nee. Oh, gelukkig. Oké, mooi. Checkpoint! Blue AR does 33 damage. Oh, nee, Blue AR volgens mij wel. Want je hebt 31 voor grijs, 32 voor groen en dan 33 voor blauw. Misschien dat dit veranderd is in de tussentijd, maar volgens mij klopt dit. Hoop ik. Ja, het klopt. Oké, fijn. Grey SMG does 40... oh nee, dat is niet waar. Niet 40 damage. Je doet volgens mij 44 damage. Klopt dit? Nee, oké, hij doet het dus wel. Oké, mooi. Nou, dan weten we dat. Ik dacht dat hij iets meer damage deed, maar het is grijs. Ja, ik had het enigszins kunnen weten. Oké, klopte deze? Ik weet het even niet meer. Does 3 damage? Ja, dat klopte. Volgende klopt dus ook. Fijn. Alright, dan komen we hier bij de Infinity Gauntlet. Mode was released on May 8th. Dit is zo'n ding wat je dus nooit kan weten. Maar we gaan het gewoon doen. Ja, klopt. Oké, klopt. Mooi. 3 keer op elkaar klopt. Oké. Boneless was an uncommon dance. Boneless. Ik kan dat dansje eventjes niet in mijn hoofd opnemen. Maar volgens mij klopt het wel. Nee, klopt dus niet. Oké. Dus dan moeten we 3 keer de groen lopen en dan 1 keer de rood. Duidelijk. Freestyling came with the PS4 pack. Freestyling... PS4, nee, volgens mij niet. Volgens mij komt er niet meer de PS4 pack. Oké, mooi. Checkpoint. The first Fortnite map included Tomato Town. Oeh, volgens mij wel. Niet... Oh, ik ging per ongeluk in de verkeerde... Ik ging per ongeluk in de Dead Stones stappen van de achter. Dus ik dacht, kan ik nou al fout hebben? Maar we zijn gewoon weer bij de checkpoint. Volgens mij wel. Ja, mooi. Dat klopte. There was no lodge, Lonely Lodge on the first Fortnite. Volgens mij was er geen Lonely Lodge. Dat klopt. Wacht even. Volgens mij ga ik helemaal tegen mijn dingen in. There was no Lonely Lodge. Oh, dan had ik daar doorheen moeten gaan. Maar blijkbaar was het dus wel. Whoops. Whoopsie! Ik heb per ongeluk de verkeerde gepakt, maar dat was dus toch goed. Semi-auto sniper was vaulted in Season 6. Ik weet dat hij gevault is, maar of het in Season 6 was, I don't know. Ik ga weer door in de death trap staan, per ongeluk. Ik moet echt kappen met dat durpen. Oké, sorry jongens, dit is echt heel vervelend. Was the first included? Ja, dat klopte. En de andere was nee. Ja, oké, dan kunnen we in ieder geval gelijk weer door. Even kijken. Semi-auto sniper was vaulted in Season 6. Ik ga voor ja. Ah, dat was goed ook nog. The first ever vault was smoke grenades. Is dit zo? Nee, dat is niet zo. Want de Zappatron was de eerste vault. Holy shit, dat ik die shit weet. Dus nee, dat is niet waar. Want de Zappatron was de eerste. Wow, wat is dit nou? Waarom zijn hier... Oké, er zijn hier 2 dingen. De Bunny Moon kost 100... Weet ik veel? Bunny Moon, ik denk het wel. Ja, nee, dus niet. Oh, daar is een checkpoint ook. Oh, ik zie gewoon een checkpoint. Oké, duidelijk. Ik weet in ieder geval wel ik daarin moet komen. En boom, alright. We zijn weer bij de volgende checkpoint. Slurp Juice, hij heeft de P vergeten. Was added before the bush. Oeh, de bush als een item? Dat zou ik... volgens mij nee. Volgens mij is het niet zo. Wel dus. Auw, deze doet pijn. Deze had ik moeten weten. Dit is zo'n ding wat ik eigenlijk had moeten weten. Maar oké, let's go. The damage traps were the first ever traps in the game. Ja, dat weet ik zeker. Dat weet ik niet zeker, blijkbaar. De damage traps were... Was dat niet zo? Dan was het denk ik die oude bounce traps of zo. Oké, wacht. Slurpjes added before the bush was wel zo toch, dacht ik? Ja, oké. Damage traps were the first traps ever in the game. Nou niet, dus blijkbaar. Oké. Friendly Fire was disabled in 2018. Januari 2018. Ik weet niet of... Het is disabled rond die tijd. Maar of het ook in januari 2018 was, dat weet ik niet. Maar ik denk ja. Ja, mooi. Oké. Klingers were vaulted in de 7.0 patch. Dat denk ik... Ja, ik weet dat die gevault is. Of dat het 7.0 patch is. Ja, denk ik waarschijnlijk dus wel. Alright. Dual Pistols were only available in Epic Variant. Ja... Of nee. Nee, volgens mij niet. Volgens mij waren er meerdere varianten. Let's go. Checkpoint, die was echt best wel gered. Ging echt goed. Toys were added in Season 5. Oeh, die moet ik even terug voor in mijn hoofd. Want we kregen toen die golfbaan daarbij. Ik weet even niet hoe die heet. Waar toen Annie Akers lag. Dat was rond Season 5. Dus ik denk... Misschien Season 6? Nee, Season 6 was dat volgens mij. Nee, oké. Toch Season 5. Ah, begin ik toch te twijfelen aan mijn geheugen. Dat is niet handig. We gaan toch maar hier doorheen. Boom. Oké, ATK stands for All Train Card. Dat is helemaal waar. Fortnite's first birthday event was on May 24th. Ik denk het wel. Nee, dus oké. Er zal altijd 23 zijn of zo. Of 26. Ik heb echt geen idee. Maar in ieder geval, deze was ja. En dan is deze dus. Deze is ook ja. En dan was de volgende nee. Oké, nou jammer dan. Maakt niet uit. We gaan gelijk door. LMG was vaulted in Season 6. Oeh, dit is weer zo'n ding waarvoor het alle twee kan zijn. Maar ik denk ja. Oké, mooi. Fortnite Mares Event was in november. Fortnite Mares Event was in oktober. Dacht ik. Dus nee. Toch? Ah, mooi, oké. Checkpoint. Creative Mode released in Season 7. Is dit zo? Volgens mij is dit veel eerder gereleased. Volgens mij in Season 4 of Season 4 al? Nu twijfel ik. Ik zeg nee. Ah, was dus toch ja. Ik dacht dat het eerder gereleased was. Maar hey, dat kan gebeuren. Het is sowieso lastig. Dus ja. Oké. Shadow Stones were disabled in Season 6. Ja. Volgens mij wel. Niet dus. Oh my god. Ben ik nou zo dom? Ben ik zo dom dat ik dit niet weet? Dit had ik... Ja, het is zo lastig om zo ver terug te gaan. Deze is ja, deze is nee. Gaan we door. Infinity Blade was vaulted within 2 days. Zeker niet. Dit heeft veel langer geduurd dan 2 dagen, dus nee. Oké, mooi. Die heb ik goed. Ik wou net zeggen, als ik deze niet goed heb, dan was ik echt boos geworden. Presents were added during the 14 days event. Ja, volgens mij wel. Toch? Yes, oké. Grey R reload time. Oh, ja. Even kijken. Moet ik even terugrekenen, want ik weet dat de blauwe is volgens mij 2 seconden. Dus dan is dit wel zo, dacht ik. Toch? Ja, let's go. Dat is fijn. Balloons were added during Season 6. Dit is zo'n ding wat ik echt niet weet. Dit is echt zo'n ding waarvan ik denk van... Ja, weet ik veel. Ik zeg ja. Weet ik veel. Ja, oké, mooi. The Cube event was called... Angel, nee, Eagle event was het niet. Het was... Oh, ik ga per ongeluk in die Death Trap erachter staan. Ah, dat is niet handig, Dion. Maar volgens mij niet. Volgens mij... Even kijken hier zo. Volgens mij heette die anders. Ik weet even niet meer hoe... Het was niet Kevin, maar het heette anders. Ik weet even niet meer hoe die het heet. Maar dus nee. Dat is niet waar. Ik kreeg een party invite van... Jou ga ik zo verwijderen, Jordi. Sorry, jongens. We willen niet gestoord worden hier. DJ Yonder was teased at the second teaser. Dat zou goed kunnen. Misschien niet, nee. Kijk, hoe moet ik nou weten in welke teaser wie is... Dat kan ook de derde teaser zijn geweest. Dat kan ook de eerste. Ik heb geen idee. In ieder geval, dit was ja. Dit was nee. En dan gaan we hier door naar nee. Want dat zou waarschijnlijk dan teaser 1 zijn geweest of zo. There were 10 updates in Season 6. Dat zou... Nee, volgens mij waren het er meer. Want vroeger was het zo dat er nog vaak extended werd. Dus er zijn er altijd wel meer geweest. Dus bijna altijd. Dus... Wel? Oh, wauw. Dit is iets wat ik echt had moeten weten. Ja, echt. Dit doet me wel een beetje pijn in mijn hart. Want ja, ik had het nu ook gewild. 3 wapens were added. Ja, weet ik veel. Denk het. You, let's go. Oh, toch wel. Dit was echt een YOLO. Dit was echt van... Oh, YOLO, dat woord moet ik niet gebruiken. Sorry. Maar dit was echt gewoon, ja... Dit was echt pure gok. Alright. Jack Spammer Pickaxe... Was part of the Animal Club? I really don't know. Ik heb echt geen idee. Laten we gewoon nee doen. Yo, dat was goed. Heidi's skin was rarity. Nee, die is epic volgens mij. Dat ik dat weet. What the fuck. Mayhem skin kost 1204 bucks. Ik weet niet, ik ken de Mayhem skin niet. Dus maar ik denk nee. Was ja dus. Oké. Nou. Dan weten we dat nu ook. Oké. The food trucks were last seen at Tomato Town. Weet ik veel. Ik denk het. Ja? Nee dus. Oké. Ja, dit gaat zo ver terug. Ik heb geen idee. Alright. The first ever bus crashed was near Shifty Mountain. Ik heb echt geen idee. Ik denk nee. Ah, oké. Oké, blijkbaar wel dus. Alright, laten we hier doorheen gaan. Boom. Hey, we gaan even snel doorheen. Kijken of we heel snel uiteindelijk kunnen komen. De phase effect on Shadow Stones last 45 seconds. Nee, volgens mij was het veel minder. Godsamme. Ik wil het einde halen. Kom op. Let's go. Oké, deze dan. Boom. Alright. Suppressor Sniper was the first gun out in the... Geen idee eerlijk gezegd. Volgens mij niet. Volgens mij klopt het niet wel dus. Ja, kijk, nu ben ik gewoon echt aan het gokken. Omdat de vragen echt steeds moeilijker aan het worden zijn. Alright, dit was dus wel... Was dit wel zo? Dit was wel zo. Dit was dus ook zo. Oké, ik zie het einde volgens mij. The Infinity Blade was found in Happy Hamlet. Dat klopt, toch? Nee, dat is niet Happy Hamlet. Nee, dat was al heette anders. Ik kom even niet op de naam. Risky Runways was the first edit block. Risky Runways was the first ever block edit. Oh, sorry. Dat heette anders, dus nee. Dat heet niet Risky Runways, what the fuck. Alright, we hebben het gehaald. Yay! Dit duurde zo lang. Dit duurde echt veel te lang. Ik had dit veel liever, veel sneller willen zijn. Maar laten we nu snel doorgaan naar de impossible vraag. 10 impossible vragen. 10 impossible questions with no checkpoints. Oh god, no checkpoints. Oh, dit wordt echt heel erg raar. Level 10 is... Oh, dit is echt gokken. Ik heb geen idee. Oké, die is... Oh my god, waarom doe ik dit ook? Oké, nou blijkbaar is dat dus wel zo. The first ever block was called... the first block, Dreamy Garden. Oh ja, volgens mij wel. Volgens mij klopt dit. Nee! Oh, dit is zo... Dit is letterlijk impossible. Oké. Dus dat is dus niet waar. Alright, gaan we gelijk door. Sport Creator was launched in november 2018. Is dit zo? Ik zeg nee. Het zal vast niet zo zijn. Oké, mooi. De Rook skin was tier 87. Ik heb geen idee. Ik zeg nee. Oké, nou blijkbaar dus wel. Dus laten we deze kant op gaan. Let's go. Chomp Senior is part of the Undersea set. Chomp Senior. Ik denk het wel. Ik heb geen idee. Oh. Fuck. Oké, nou blijkbaar dus niet. Boom. Alright, Iron Big Pickaxe kost 1204 bucks. Ik heb echt geen idee meer. Ik zeg ja. Oké, nou blijkbaar dus niet. Laten we deze kant op gaan. Even kijken. De grapper was vaulted in de 7... Ja, weet ik veel. Ik zeg nee. Ah! Weer fout! Nou, blijkbaar dus wel. Let's go. Silenced Pistol holds 16 bullets. Ja, dat klopt wel volgens mij, toch? Ja, volgens mij wel. Oké, eindelijk heb ik een rijtje goed in één keer. Rocket Rodeo was the first ever emote purchasable. Nee, dus niet waar. Toch? Oké, mooi. 2 februari, de Marshmallow Event happened. Ja, volgens mij klopt dit. Dit zou gewoon zomaar kunnen kloppen, maar ik ga voor nee. Ah, oké, laatste hebben we fout. Maar ik zie het einde. Dat vind ik echt heel erg fijn. Want dat houdt in dat we het in principe gecleared hebben. Nou, dit was dus uiteindelijk ja. En dan hebben we hem gecomplete. Jawel, we hebben de hele map gedaan in 2 afleveringen. Dit was dan ook gelijk het einde van deze video. Ik hoop dat jullie deze video super tof vonden. Als je dat vonden, drop even die like. Abonneer op TeVeelGevraagd met een belletje aan. Klik op de video's hieronder. En ik zou zeggen tot de volgende keer. En peace out. Doei!